Lex Schoenmaker, een aantal weken geleden rond de wedstrijd van ADO tegen het Westlands elftal waren er heel veel fans die jou de allerbeste wens hebben gedaan. Nou, ik kan alleen maar zeggen, als ik je zo zie, het heeft geholpen. Ja, het heeft zeker geholpen met de enthousiasme wat ze lieten zien op voetbal 11. Ja, dat was gewoon geweldig natuurlijk. Dan weet je hoe het leeft bij die mensen en dat er eigenlijk niet zo verwacht. Hoezo dacht je soms dat mensen Lex Schoenmaker en Den Haag al vergeten waren? Nou ja, goed, je bent natuurlijk een tijdje gestopt als trainer bij ADO. En je bent een hele andere hoedanigheid binnen ADO. Dus wat dat betreft is het logisch dat ze meer naar de huidige generatie kijken als wat er geweest is. En de allerbelangrijkste vraag, hoe voel je je nou? Ja, ik voel me hartstikke goed. Mede door de hele goede zorg die ik natuurlijk gehad heb in het Leijenburg ziekenhuis. Want dat is fenomenaal. Dat doen ze niet alleen voor mij hoor, dat doen ze voor alle mensen die er binnenkomen. Maar goed, het heeft daarbij echt geholpen en daarom voel ik me ook zo goed. Kortom, binnenkort weer bij ADO? Nou, ik ben al bij ADO geweest. Ik ben al twee keer even binnengewandeld bij de selectie bij Maurice Stijn. En die vinden het natuurlijk ook hartstikke leuk dat je weer bij de mensen bent. Hè? Want dat is natuurlijk voor hun ook... Een schok geweest dat het zo abrupt ineens kwam. Maar goed, dat kan gebeuren. En daarom is het helemaal leuk dat je weer af en toe bij de wedstrijden CQ-training kan kijken. Dus jouw seizoen is ook begonnen? Mijn seizoen is gisteren begonnen om naar de wedstrijd ADO Newcastle thuis te kijken op Eredivisie Live. Dus wat dat betreft wist ik wel een beetje hoe ze gingen spelen. Maar ja, dat blijft altijd weer een verrassing om het... Daadwerkelijk weer te zien.